Hey, gezien de maatregelen die de overheid net heeft aangekondigd, mogen het duidelijk zijn. Zondag zijn er geen samenkomsten in Mozaïek 0318 en ook niet in Mozaïek 033. Maar we hebben wel een dienst en die is live te volgen. We gaan onze dienst livestreamen met samenzang. We gaan met elkaar de Bijbel lezen. Gewoon in de veiligheid van je eigen huiskamer kunnen we toch met elkaar een dienst houden. Dus check onze nieuwsbrief hoe je toch kan kijken en toch een dienst kan bijwonen van Mozaïek aanstaande zondag. Kerk, dit is voor ons een moment om te gaan bidden. Te bidden van onze overheid, te bidden van hen die betrokken zijn, die geraakt zijn door corona. Of mensen in de gezondheidszorg. Dit is een moment om te laten zien dat we staan op de rots van de eeuwen. Dat we geloven in God die onze hoop is en die ons leven is. Zullen we dat nu juist doen? We hoeven niet vanuit paniek te reageren. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van geloof, een geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Dus laten we juist voor een tijd als vandaag de kerk van Jezus Christus zijn en de hoop zijn voor onze samenleving. God zegen en wie weet tot zondag via de livestream. Doei!